Welkom bij Samen Over de Brug, het nieuwe voorlichtingsprogramma van de gemeente Asten en Zomeren. In deze tweede aflevering praten we met wethouder Willy Hansen en met Chris Jacobs, buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Zomeren, over de blauwe parkeerzone die op maandag 6 juni in het centrum van Zomeren ingevoerd wordt. Nou, die zone, daar zijn we inderdaad al een aantal heel tijd mee bezig, ruim een jaar, anderhalf jaar. Nou, er ligt een parkeeronderzoek aan ter grondslag. We hebben uitgebreid bekeken door een extern bureau van hoe de parkeersituatie is in Zomeren, in het centrum. En dan blijkt in grote lijnen dat er op zich voldoende parkeerplekken zijn. Alleen dat de verdeling niet goed is van lang parkeren en kort parkeren. Ja, ze zijn nou nog bezig met het aanleggen. Gaan we de deadline wel halen? Ja, de deadline die moeten ze halen. Dus dat wordt 6 juni. En nou, dat wordt gewoon gehaald. Nou, dit is de opmaat. Hè. Dus hier beginnen we mee. Dat wordt wel geëvalueerd. Hè. Dus we hebben gezegd van komen er knelpunten, dan passen we het weer aan. We hebben het oorspronkelijke plan ook een beetje bijgesteld naar aanleiding van opmerkingen van mensen in de Vereffenstraat en in de Kerkstraat hier, bij het wijkgebouw bijvoorbeeld. Dus we hebben ook gezegd van we gaan het nadien ook evalueren, dan passen we het eventueel aan. Ja, als je kijkt nou naar de particuliere stukken parkeerplaats, bijvoorbeeld hier achter bij de Albert Heijn, daar wordt dus ook een blauwe zone aangelegd. Nou zijn er nog een aantal meer hier in de Postelstraat, maar daar komt geen blauwe zone. Hoe zit dat precies? Nou, hier achter de Albert Heijn, dat is particuliere grondbezit. Iedereen denkt dat het van de gemeente is, maar dat is van de eigenaren van Albert Heijn. Dus van, die willen het ook per se, dat is openbaar toegankelijk, maar die maken we dus grotendeels blauwe zone. Daarachter ligt nog een, daar krijg ik wel eens vaak opmerkingen over, daar staat een hek omheen, maar achter een blokker is volgens mij, maar dat is particulier eigendom. Wij zouden het liefst hebben dat het publiek toegankelijk is, hè, blauwe zone. Maar ja goed, daar heeft de eigenaar dus niet voor gekozen, die heeft gekozen om een hek omheen te zetten. Dat vinden wij heel jammer. Nou, achter bij Mees, dat wordt lang parkeren. Hè? Dus dat is een van de plekken die we aangewezen hebben voor lang parkeren. Dat is ook bijvoorbeeld achter de Ruchten, dat is voor lang parkeren. Bij de Postel is lang parkeren. Dus wij zijn wel aan het kijken, ook of wij zeker na de evaluatie, als blijkt dat er meer plekken moet komen voor lang parkeren, dan doen we dat. Dan leggen we extra parkeerplekken aan. Bij het gezondheidscentrum, daar zijn nou in één keer wat opmerkingen gekomen over lang parkeren en kort parkeren. We hebben daar een stuk voor lang parkeren gereserveerd. Maar dat was met name op verzoek van Savant. Dus die wouden voor hun personeel wouden ze lang parkeerplek hebben. Dat wouden wij toen eigenlijk liever niet als gemeente, wouden we toen een blauwe zone hebben. Wij vonden dus dat personeel van Savant ook net zo goed kunnen parkeren achter de Ruchten. Nou ja, goed, er is toen gezegd van oké, dan komen we een tegemoet daaraan. Dan houden we een stukje lang parkeren. Nu zijn de mensen van het gezondheidscentrum, die hebben gereclameerd van de week. Daar gaan we ook echt mee in gesprek. Want ik vind voor de patiënten van het gezondheidscentrum, daar, wat mij betreft, wordt dat uiteindelijk blauwe zone als dat nodig is. Want die moeten daar makkelijk kunnen in- en uitstappen. Dus we hebben ook gezegd, we gaan een overleg. Komen er knelpunten, zometeen lossen we daar gewoon op. Daar zitten wel weer termijnen aan vast, we kunnen verkeersbesluiten. Maar we waren wel verrast, moet ik heel eerlijk zeggen. Want wij dachten dat we een overleg hadden gedaan ook met Savant. En ja, we hebben heel veel, is dat gepubliceerd geweest. Hè? Er zijn verkeersbesluiten genomen. Het is in de wijkraden geweest. In één keer, ja, op het moment van aanleggen komen er opmerkingen over. Maar we staan er wel open voor. We hebben wel gezegd tegen de mensen ook van het gezondheidscentrum. Van nou ja, als het inderdaad echt een probleem is. Ik heb er maandag ook weer een afspraak mee. Als het echt leidt tot problemen voor de patiënt hier, dan passen we daar gewoon aan. Dus daar komt er ook een blauwe zone. De eerste 4 weken zijn dan proef, dus er wordt niet verbaliseerd. Na een maand dan gaan we er echt op handhaven. Ga je dan de eerste maand een soort waarschuwing uitdelen? Ja, er zijn waarschuwingsbriefjes. Die vinden de mensen op de achteruit als ze dan zeg maar een overtreding zijn. Ja, wat is dat? Want de raad heeft geen extra budgetten beschikbaar gesteld voor die handhaving. Is er dan wel ruimte om dat te doen? Jawel, we hebben gewoon gezegd, er moeten andere prioriteiten komen dan. Dus we hebben gezegd, van, nou, dan daar moet de accent op liggen, heeft de gemeenteraad gezegd. Op verkeer onder andere en overlast en openbare ruimte. En we hebben ook gezegd, we gaan intern kijken binnen de bestaande capaciteit of er meer capaciteit vrijgemaakt kan worden voor dit soort handhaving. Maar we hebben gewoon gezegd, we willen de formatie niet uitbreiden in deze tijd. Hè, want, maar gewoon kijken naar andere verdeling van werkzaamheden. Ja, en dat zal wel voor jou een hoop werk bijkomen nu dat deze hele zone wordt ingericht. Ja, klopt. Ja, het is een ander werk. Het is wat tijdrovend. Je moet natuurlijk niet met de fiets langs, maar echt langs de auto's lopen, de dashboard bekijken. Hoe is de tijd ingesteld op de parkeerschijf? Maar er zijn keuzes in gemaakt. Is het over de hele zone de tijdsduur gelijk? Ja, overal is het 2 uur. Behalve natuurlijk lang parkeren, maar bij de blauwe zone, waar uiteraard van toepassing is, daar is het altijd 2 uur. Ja, er zijn een aantal uitzonderingen door de gemeente vastgesteld. Een aantal daarvan is bijvoorbeeld de gehandicaptenkaart.
Ja, mensen die daar in bezit zijn, die mogen overal parkeren in de parkeerschijfzone. En die hoeven dan niet die kaart te gebruiken. Dus die mogen overal parkeren. En ook eventueel langer dan zo'n 2 uur. Ja, en voor vaste bewoners is ook een regeling bedacht. Ja, de mensen die hier wonen, meneer Hans heeft het waarschijnlijk toegelicht, die hebben een ontheffingsmogelijkheid. Of mensen gaan naar de parkeerplaatsen waar je langer mag parkeren. Zoals bijvoorbeeld achter de Ruchten of achter Boekhandel van de Moosdijk. Ja, die ontheffingen die kun je aanvragen bij de gemeente? Ja, we hebben een realisatie binnen aanhoudt bij meneer Hakman. Die is bezig met de ontheffingen voor de bewoners of mensen die denken daar recht op te hebben. Denk je dat mensen makkelijk gaan wennen aan deze nieuwe zone? Het zal wennen zijn. Als je even boodschappen gaat doen in de zomer en even naar een winkel, ja, dan moet je even de parkeerschijf pakken. Maar het is denk ik gewoon een gewenning. En dat wordt gewoon hard opgetreden na een maand? Nou, na een maand, we doen natuurlijk publiciteit erop voeren, zullen mensen dat op een gegeven moment ook wel merken. Het is even gewoon wennen, maar als mensen van zomer bijvoorbeeld naar Asten gingen of naar een andere gemeente, moesten ze ook een parkeerschijf gebruiken. Ja, die strepen, betekent dat hij geldt alleen maar op de plekken waar zo'n blauwe streep is aangebracht? Nou, overal waar een blauwe streep is aangebracht, daar geldt de parkeerschijfzone. Dus daar mag je alleen maar parkeren met een parkeerschijf. En dat is dan van 8:00 tot 18 uur, van maandag tot en met vrijdag. En op de koopavond tot 's avonds 21 uur. Oh, dus in het weekend hoef ik hem niet neer te leggen? Nee, het weekend, ja, zaterdag overdag dan wel, maar op zondag niet. Maar dat betekent wel, je moet wel 24 uur per dag, dus ook in de avonduren of in het weekend, wel alleen bij een parkeerschijf. De blauwe zone parkeren. Dus je hoeft dan niet die 2 uur te doen, maar je mag alleen maar parkeren in de blauwe zone. Dit was Samen over de brug. Op vrijdag 10 juni zijn we weer bij u terug en dan besteden we aandacht aan de herinrichting van de markt in Asten.